Hallo allemaal, het is alweer even geleden. Hoe gaat het met jullie? Wat jullie hier voor jullie zien is mijn nieuw eenhoornbeeldje van het kristal Amazoniet gemaakt. Ik ben er heel erg blij mee. Ik wou het vandaag ook weer even hebben over de eenhoorns. De eenhoorns zijn ook prachtige lichtwezens die ons ook kunnen steunen op ons spirituele pad. En de laatste tijd voel ik me heel erg geroepen door deze prachtige lichtwezens. Daarom heb ik ook dit beeldje van Amazoniet gekocht, van een eenhoorn. Maar ik heb gisteren ook een eenhoorninwijding gekregen. Daar wil ik nog even over vertellen. Dus het voelde heel erg liefdevol en vertrouwd aan. En voor mijn gesloten oogleden zag ik vaak een lichtgroene en donkerroze kleur verschijnen tijdens deze inwijding die ik kreeg. Ik voelde veel energie door mijn benen en voeten gaan. En op het einde voelde ik veel energie door mijn handen gaan. Ik heb tijdens de inwijding de eenhoorns heel erg veel liefde gestuurd en heel erg bedankt voor hun aanwezigheid. En ik heb heel erg genoten van de inwijding. Achteraf kreeg ik een verslag te horen van de vrouw die mij deze inwijding gaf. Dat ik ook een persoonlijke hoofdgids eenhoorn bij mij heb, energetisch. En zij is vrouwelijk en zij straalt de kleuren van de regenboog uit. Ik ken haar naam nog niet. Ik moet nog een meditatie gaan en nog goed met haar kennis maken en achter haar naam vragen. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad, maar dat ga ik nog wel eens doen. Dus dit wil ik nog even laten weten aan jullie. De laatste tijd zien jullie niet meer veel video's van mij verschijnen, want ik, zoals ik al eens heb verteld, neem ik nu heel erg veel tijd voor mezelf. Ja, eerst zien dat ik zelf mij heel erg goed in mijn vel voel, dat ik goed in mijn kracht sta, voordat ik meer voor de buitenwereld kan doen. Dat is wel belangrijk, vind ik. Dus ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En ja, heel erg veel liefs van mij.